Jongens, welkom bij Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Naast me zit Marcel, niet Tom, en ik ben Peter en we hebben Marcel hier vanwege een nieuwe goodie die is binnengekomen. Een nieuwe gadget waar we al best wel eventjes op wachten, namelijk de Pokémon Go Plus. En Marcel die draagt hem heel zeer stylish aan zijn pols. En terecht. Ja, terecht. Ik heb hier heel, inderdaad redelijk lang op zitten wachten, want eigenlijk Pokémon is ondertussen al, ik denk, 3 maanden uit inmiddels. Ja. En hij is nu pas uit in Nederland. Ja. Dus we hebben hem voor jullie geprobeerd. Ja, we hebben hem binnengekregen van Nintendo, waarvoor dank. Maar het is een apparaat wat niet heel veel doet. Nee, niet heel veel doet. Het is eigenlijk heel handig, want je hoeft niet meer te kijken op je telefoon. Dus je dat is het. Ophangen. Hij zorgt eigenlijk voor dat je niet meer hoeft te kijken op je telefoon. Nee, er gaan gewoon lampjes branden zodra er iets gebeurt. We zijn even naar buiten geweest om te testen. Bij Pokestops wordt hij bijvoorbeeld blauw. Als hij een nieuwe Pokémon tegenkomt, wordt hij groen. Als hij nog een Pokémon tegenkomt die hij nog niet kent, dan wordt hij geel. Het is, Echt? Ja. Oh, dus hij maakt ook echt onderscheid tussen Pokémon die je al kent en Pokémon die je nog nooit hebt gezien. Precies. En als je dan een Pokémon vangt, dan trilt hij 3 keer. Net zoals de bal die dan 3 keer op en neer gaat, als je er eentje wil vangen. Oké, maar dat is een functie die ik niet zo goed snap. Want als je een Pokémon vangt, dan heb je je telefoon al uit je zak. Dus nee. Hij vangt alles automatisch, hè? Vangt hij alles automatisch? Ja, je hoeft zeg maar, want net wat ik al zeggen, als je die bal voel je dan 3 keer trillen. En als hij 3 keer getrild is, dan heeft hij dus een succesvolle vangst. Dan verandert hij in alle kleuren van de regenboog, knippert hij dan. En dan heb je de Pokémon gevangen. Dan krijg je een melding op je telefoon binnen met, you caught a Pokémon. Dude, guy, gast, dit is de ultieme pay to win. Ja, dat komt nee, maar wel serieus, weer. Ik wist dit serieus niet. Je hoeft dus niet meer je telefoon te hebben om te swipen en te vangen. Ik kan mijn telefoon gewoon ergens neerleggen en dit ding kan alles voor je doen. Echt? Ideaal toch? Wat vind je daarvan? Nou ja, om heel eerlijk te zijn, een beetje pay to win. Aan de andere kant, je krijgt bijvoorbeeld geen nice, meer excellent of great als je de bal gooit van de curvebal. Extra XP zit er niet in. Maar ja, elke bal is wel raak. Dus hij telt ook wel je ballen? Hij telt, ja, sowieso. Dus het is wel dat ballen kost? Ja, als je geen ballen meer hebt, dan is het weg. Zeg maar geen pokeballs, even voor duidelijkheid. Ja, ja. Het is ook zo, je kan nog steeds wel de Pokémons ontsnappen. Oké. Okay. Dus dan knippert hij rood en dan zegt hij van helaas... Ik wist dit echt niet. Dit is, nu wil ik hem ook hebben. Nee, je hebt hem net aan mij gegeven. Ja, ik heb hem nou niet meer af. Ja, want ik kan hem zelf ook kopen. Ik heb ook centjes. Maar daarover gesproken, wat kost het? Ja, je moet er wat voor over hebben om niet meer op je telefoon te kijken. Aan de andere kant, het bespaart je weer een externe accupak, een externe battery. Maar ja, hij kost... nee, dat is niet waar. Want Pokémon moet aan blijven staan. Ja, maar mijn scherm staat niet aan. Mijn scherm is echt 80% van mijn batterij. Ja, ik vind als Pokémon Go aanstaat, kost het al veel batterij. Ja, nou... Okay, in ieder geval, je bent er 40 euro voor kwijt. Bam, schoon aan de haak 40 euro. Oké, okay, ja. dan komen er wel... Kijk, als het een grapje was voor 15 euro, had ik gezegd, oké. Maar nu komen er ook wel wat esthetische dingen bij kijken. Hoe vind je dit ding eruit zien? Het dingetje zelf, ik vind het clipje, we hadden hem net al zonder polsbandje al om mijn broek gedaan, bijvoorbeeld van mijn shirt. En dan vind ik hem op zich wel oké. Okay. Ik vind het bandje persoonlijk zelf vind ik niet zo heel erg mooi. Ik vind het bandje ook echt heel erg lelijk. En voor 40 euro doe ik een beetje leer of zo, weet je wel. Nou ja, leer misschien dan al net niet, maar wel in ieder geval, ja, misschien in ieder geval iets betere kwaliteit, of iets mooiere kwaliteit. Ja, iets mooier vooral, het is gewoon een touwtje. Ja. Het is gewoon in feite een touwtje die je vroeger maakte met... Ja, maar dat doen ze ook nog steeds, het komt uit China. Made in China op, zag ik. Nou, dat weet ze gewoon. Het is wel echt handwerk. Ongetwijfeld. Dat zie je in de 40 euro. Het is net Games in shirt. Dus, maar oké. 40 euro, ik vind het prijzig. Ik vind het redelijk aan de prijzige kant. Maar goed, aan de andere kant, het bespaart je wel heel veel toe. Want hij vangt gewoon automatisch Pokémon. Toen ik deze gear instap, had ik daar echt geen idee van. Ik dacht, hij waarschuwt je alleen. En nee, hij trilt. Je doet letterlijk zodra er een Pokémon in de buurt. Jammer dat het nu niet per direct gebeurt. Maar zodra er een Pokémon in de buurt, je klikt gewoon 1 keer op het knopje. Hij gooit die bal, hij trilt 3 keer, daarna alle kleuren van de regenboog. En je hebt gewoon een Pokémon. Je krijgt gewoon een melding binnen, Weedle is caught. Nou, dat is gewoon best wel fijn. Oké, de Pokémon Go Plus, hij ligt in de winkel vanaf deze week. Ja. En laat ons als je hem wil of als je hem niet wil, laat even weten in mijn reactie wat je ervan vindt. Marcel is er in ieder geval blij mee. Ja, ik ben vooral erg benieuwd van, heb jij 40 euro over voor deze gadget? Want het is natuurlijk een flinke hype geweest, Pokémon. Er zijn nog wel redelijk veel mensen die het spelen, er is wel een gros is wel afgehaakt. Maar heb jij nog steeds spelende Pokémon fan, ga jij het nog steeds doen? Zou je wel veel moeite besparen. Heel je kunt gewoon heel de hele dag een beetje beach drinken, kijk duin en dan... Precies, ik ga er sowieso van de week even... Ja, snap ik. Even kijken hoor. Hier heb ik ook mooie badges bij, die wilde je laten zien. Ja, die kwam het zeggen, ja. deze heb ik gekregen van Niantic, van Nintendo. Ah, oh, wat lief. Omdat ze zeiden van, ja, zo goed een Pokémon. Hij heeft hem wel gekocht.
Maar dat maakt niet uit. Jongens, bedankt voor het kijken deze week. Kijk volgende week, dan zit Tommy weer en dan hebben we het over de nieuwste MSI GT72 VR. We hebben heel veel HTC5's mee gespeeld. Dus check dat volgende week bij Gamers een keer. Bedankt voor het kijken deze week. Bedankt Marcel dat je een keer wilde starren in onze game. Ja, geen probleem man. Pokémon, yo, tuurlijk ben ik van de partij.